Komende zaterdag ga ik voor 6 maanden Europa in. Op zoek naar allerlei nieuwe denkers op het gebied van de Europese politiek en op het gebied van ons monetaire stelsel. En wat ik ga doen is met mensen praten, met mensen in gesprek. Mensen die eurosceptisch zijn, mensen die ook pro-Europa zijn. Niet zozeer pro-EU, maar pro-Europa zijn. En nadenken over alternatieven voor het institutionele model wat we nu hebben, de EU. En de vraag, hoe kunnen we daarvan af en hoe kunnen we dat eigenlijk die Europese samenwerking omvormen naar een nieuw model? En daarbij ook eigenlijk de vraag stellen, welk monetair stelsel past daarbij? En hoe kunnen we dat inkleden? Dus ik ga in 16 of 17 landen ga ik op zoek bij denkers, filosofen, economen, topbestuurders, ondernemers, mensen van verschillende plumage. Maar mensen die allemaal op hun eigen wijze rondlopen met creatieve, oplossingsgerichte ideeën voor ons continent. Dus ik spreek u over 6 maanden weer, borden vol goede ideeën.